Mijn naam is Peter Rende en ik ben werkzaam aan de Haagse Hogeschool aan de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport. En mijn naam is Sander Kerstens, net als Peter, werkzaam aan de Haagse Hogeschool bij de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport. We hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling met het project Peer Feedback naar een effectieve inzet binnen een blended leeromgeving. Wij wilden als faculteit graag de potentie van peer feedback beter benutten binnen een blended leeromgeving, maar we merkten ook dat voor een goede implementatie je meer nodig hebt dan een ambitie en een online tool. Ik zie meerwaarde in peer feedback omdat studenten echt leren leren. Peer feedback daagt uit tot kritisch kijken naar het werk van anderen, maar ook naar het werk van zichzelf. Samen gaan studenten echt werken aan het verbeteren van hun producten en dat van producten van elkaar. Peer feedback heeft voor onze instelling opgeleverd dat studenten proactiever met het onderwijs omgaan. Ze denken vaker mee hoe we het onderwijs vorm kunnen geven. Ze kunnen beter aangeven wat ze willen leren en welke ondersteuning ze nodig hebben om bepaalde competenties te laten zien. Het voordeel van peer feedback voor ons als docenten is dat we op deze manier een betere inschatting kunnen maken waar studenten staan binnen hun leerstof. Op deze manier weten we ook dus waar we in het komende onderwijs meer en minder aandacht aan moeten gaan besteden. Vervolgens kunnen wij dus als docenten meer maatwerk in het onderwijs aanbieden, wat uiteindelijk weer ten gunste komt van de student. Wil je ons project binnen jouw instelling implementeren, dan is de belangrijke tip om studenten goed te betrekken bij het vormgeven van een peer feedback opdracht. Bij welk type opdracht zien ze namelijk wel of niet het nut van feedback geven aan elkaar? Waar zien ze tegenop? Wat vinden ze moeilijk? In kunnen spelen op dit soort vragen vergroot het draagvlak onder studenten en waarschijnlijk ook het leereffect.